Zo, dames en heren, welkom op de persconferentie. We hebben net Kaarsen en Club Brugge achter de rug, geëindigd op 0-3. Bij ons de beide trainers, Nicky Haaien voor Club Brugge en Wouter Franke voor Kaarsen natuurlijk. Nicky Haaien, proficiat met de overwinning. Wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Ik denk dat daar is in Genk heel goed uit de kleedkamer komt. Heel veel intensiteit in de wedstrijd brengt. Duels, win tweede bal, hoog druk komt zetten, waar we wel moeite mee hadden. Ten opzichte van de heenwedstrijd of de eerste wedstrijd. En goed, dat hebben ze eigenlijk de eerste helft volledig doorgedrukt. Komen tegen de gang van het spel op voorsprong, ook met een gelukje. Tot op dat moment hebben we eigenlijk niet veel klaargespeeld. Dus ik vond zeker dat de intensiteit bij ons 20% lager lag. En je moet altijd 100% zijn in de play-offs om wedstrijden te kunnen winnen. En ik denk dat we beter uit de kleedkamer komen. Daar wel de betere balcirculatie vinden. En we scoren gewoon op het juiste moment de 0-2. En dan weet je dat de veer een beetje breekt. En goed, dan moet je het geluk ook een beetje aan jouw zijde hebben. En dat hebben we vandaag ook gehad. En de score is uiteindelijk overdreven. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar goed, ze smaakt niet minder zoet. Uiteindelijk hebben we heel veel wedstrijden. Die wil je proberen te winnen. Op welke manier maakt in deze fase er meer uit, zolang je ze wint. En dat hebben we vandaag over de streep getrokken. Maar alle credits voor de manier waarop Genk deze wedstrijd heeft aangepakt. Dus alle credits ook aan Wouter. Is dat dan de métier die in je ploeg zit, die dat dan over de streep kan trekken? Ik denk dat er heel veel kwaliteit in de groep zit. En op dit moment zie je ook dat er één geheel staat die voor elkaar vechten. En als er een foutje gemaakt wordt, dan is dat iemand anders om op te rapen. En dat is op dit moment ook de sterkte, ook de jongens die inkomen. Je ziet dat iedereen mee is in het verhaal. En we hebben heel veel kwaliteit en op papier sowieso. Maar je moet die kwaliteit ook op de wedstrijd kunnen brengen. En vandaag was de eerste helft niet altijd het geval. Maar je ziet, wij scoren vandaag onze efficiëntie is heel hoog vandaag. We creëren niet zoveel kansen. Maar goed, als je kijkt, we scoren 16 doelpunten tegen 3. Dat wil ook iets zeggen. Dus we creëren altijd wel kansen. Dat heeft ook een bepaald... toont ook dat we gevaarlijk kunnen zijn op elk moment van de wedstrijd. En dat hebben we vandaag ook bewezen. Okay. Dank u wel en proficiat. Wouter Franke, je kan ook zo stellen dat de fouten door KRC maximaal zijn afgestraft door club. Ja, ik ga beginnen met proficiat en Nicky voor het resultaat. Maar ik kan een beetje zijn analyse wel een beetje volgen. Ik denk dat we ook gewoon heel goed gestart zijn. Heel goede reactie gehad hebben na de wedstrijd van woensdag. En dat was ook nodig, maar dat was er wel. Een paar aanpassingen wel, maar toch je hebt die intensiteit, die agressiviteit, die energie nodig als je zo'n wedstrijden speelt. Die was er vandaag zeker en vast. Daar ben ik heel tevreden over, zelfs over de hele wedstrijd getrokken zelfs. Maar als je zo'n wedstrijd speelt, moet je die kleine momenten grijpen natuurlijk. Hè. We hebben bijna niks weggegeven. Die kopbal, die botsbal van Noussa die overgaat... In het vroeg in de wedstrijd, maar dan het foutje. Voor de rest eigenlijk, buiten die bal van Noussa hebben we niks weggegeven in de eerste helft. Maar dan moet je wel die kleine momentjes kunnen grijpen in je dominantie die je dan hebt om op voorsprong te komen. Dat hebben we dan niet gedaan, daar hebben we onszelf niet beloond. En zelfs tot aan de tweede goal vond ik ons zeker en vast goed in de wedstrijd zitten. Goed de ruimtes vinden, goede bewegingen, goed elkaar vrij spelen, goed kort op die bal zitten. En ja, dan krijg je natuurlijk een tik als je die tweede goal maakt, of zij die tweede goal maken. En dan zie je daar, zoals Nicky eigenlijk zelf een beetje zegt, dan zie je daar de kwaliteit en zoals jij zei, de métier. Daar is het verschil gelegd eigenlijk, hè, die efficiëntie naar mogelijkheden toe. En dat is jammer genoeg niet gevallen bij ons. En het is jammer dat de jongens niet beloond zijn voor hun harde werk vandaag. Ja. Hoe kijk je uit naar het vervolg dan, de komende wedstrijden die gaan komen? Ja, er zijn nog 12 punten te verdienen. Dus, en we hebben nu die twee wedstrijden tegen een sterke ploeg. Als je kijkt ook naar de jongens die op de bank zitten en die zelfs niet zijn ingekomen, die op hun papier staat. Dat zijn jongens die in play-off 1 gewoon basisspelers zijn uiteindelijk. Hè.
Zo, dus nu moet je haar pakken en nu moet je zorgen dat je die flow van die wedstrijd, het gevoel van het goede spel meepakt en zorgen dat we eventueel nog meer kansen kunnen creëren liefst en onze momenten gaan pakken naar de volgende vier wedstrijden, want er is nog altijd, staat er nog altijd veel op spel natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Zo, dit was het einde van de persconferentie. Ik geef nog even mee dat de KRC trekt naar het veld van Cerkel volgende week zaterdag om 20:45 en de laatste thuiswedstrijd in deze Champions Playoffs is tegen FC Antwerpen. Dat is op Pinkstermaandag 20 mei. Graag allemaal tot dan.